bestuur, directie en de medewerkers van Herakles Almelo, heet ik u van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van Herakles Almelo. Of de nieuwjaarsreceptie, moet ik zeggen. Maar in het bijzonder wil ik toch graag de directie van onze hoofdsponsor Asito welkom heten en onze burgemeester en wethouders die aanwezig zijn. Volgend jaar is Jan Smit tot erevoorzitter benoemd en ook dit jaar hebben we aan het eind van mijn speech nog goed nieuws voor u. Nu wil ik toch graag even naar voren hebben, Robin als aanvoerder. En ik wil graag een applaus voor Robin Krukhoff. Robin, ik denk dat iedereen benieuwd is eigenlijk hoe het met je gaat. Dus misschien dat je dat nog even aan kunt geven. Want met jouw blessure speel je dit seizoen nog. Kom je in februari al terug. Nee, allemaal niet. Het gaat er in ieder geval goed. Staat voor mijn blessure staat 9 maanden. Dus die ga ik ook zeker volmaken. Dus ik ben, als het goed is, volgend seizoen ben ik erbij. Als het goed is, zeker. Ik geef een kleine hint, want dat is het fantastische nieuws wat wij vandaag ook te melden hebben. We hebben zojuist de overeenkomst met Robin Krukhoff voor een jaar verlengd met een optie voor nog een jaar. Dus ook aankomend jaar zal Robin Krukhoff hier zijn en voor ons de club. Wij zijn Herakles, proost op 2019. Wenn wir dann 3 Punkte holen, dann müssen wir vielleicht einen Tag Freude haben, aber dann müssen wir uns das nächste Spiel konzentrieren, denn am Ende wird abgerechnet und nicht bereits jetzt schon. Aber Sie denken noch nicht an die Punkte, die Herakles holt am Ende der Saison? Nein, das ist das Schlimmste, was einer Mannschaft passieren kann, dass sie zu weit wegschaut. Sie muss immer auf den nächsten Gegner schauen, denn das ist das Wichtigste, der nächste Gegner. Het doelpunt tegen Ajax, je noemt het al even, was een fantastisch doelpunt. Ja, het was een mooi doelpunt. Ik kwam in een momentum dat ik weet dat ik kan scoren. Ik wil dat meer doen. En ik hoop voor de tweede seizoenhelft dat ik meer deze doels maak. Maar voor mij is elke doel zijn doel. En als ik kan helpen het team voor 3 punten, dan ben ik blij. Dus ik moet niet een mooi doel scoren. Als een doelscorer ben ik blij. We spraken net met Christoffer Peterson. Hij was niet tevreden met zijn 3 goals. Dat had er meer moeten zijn. Ja, nou ja, het is mooi om te horen dat die jongen kritisch is en dat hij natuurlijk open staat voor verbetering. Ja, dat weten we natuurlijk dat hij kritisch is. Hè. Je werkt er elke dag mee en dat is mooi om te zien. En, ja, voor mij mag hij de lijn doortrekken en nog meer gaan scoren, want dan is hij ook weer van belang voor het resultaat. Ik ga naar de wethouder voor de onthulling. Ja, dankjewel. Ja, ik ben heel erg blij dat ik jouw gedicht mag gaan onthullen, Maarten. We zijn natuurlijk met z'n allen hard bezig om aan Almelo te bouwen, om Almelo mooier te maken. En dat doen we met grote dingen, zoals de aanleg van de nieuwe haven straks hier in het centrum. Maar ook met een heleboel kleine dingen. Kleine dingen die de belevenis van mensen in Almelo mooier maken. Waardoor je, als je straks in Almelo rondloopt en hier stil gaat staan en het gedicht gaat lezen, bij jezelf denkt, wauw, ik word daardoor geraakt. En nou wil ik iedereen die hierbij betrokken is, Sint-Jozef en alle andere vrijwilligers en jou ook Maarten, bedanken dat dit mogelijk is. En daarom ben ik ook heel blij dat ik nu aan de touw mag gaan trekken. En dan hoop ik, komt die meneer niet mee naar beneden. Nee, ik heb niet. Dan gaan we het nou onthullen. Ja, laten vieren. Ja. Waar zit die stok? Applaus. Dankjewel en ik vind het heel fijn dat het zo'n belangstelling is. Dat u nog een paar en succes met de verdere route, hè? De andere richting nog komen. Okay. Bedankt Maarten. En heel mooi. Even de achtergrond. Nog niet erg goed, maar dat is vandaag veranderd al. En hoe voelt het dat het hier aan de muur hangt? Hoe komt het dat het hier aan de muur hangt? Hoe voelt dat? Oh, hoe dat voelt? Nou, heel goed. Ik vind het heerlijk als mensen ervan genieten. En dat is eigenlijk voor mij voldoende. Het is prachtig uitgevoerd, hè? In dezelfde letter als in de dichtbundel staat, dezelfde lettertype.
En het is een fors formaat. Ja, ik vind het prachtig uitgevoerd. Het doet me heel veel goed. Zo, tussen al die grote namen. Want er staan grote namen tussen hier van in Almelo. Dus nee, dat is een hele eer. Zonder meer. Bundel van Maarten. Ja, want hoe lang heb je erover gedaan om het aan te brengen? Ja, deze voermeerder was ik met een week was ik zo'n beetje klaar. En dan ben je daar de hele dag mee bezig, een week lang? Ja, maar als het zo koud is, dan kom ik wel iets later. En ik heb bij de mensen die eronder wonen, heb ik goede verzorging gehad met soep en koffie en dergelijke. Dus ik heb wel een beetje de pauzes een beetje opgerekt. Ja. Vanavond hebben wij de kick-off gehad van de Energiecoöperatie Almelo. En dat is een initiatief voor de hele stad, waarbij wij nu beginnen bij de Hagedoornschool. En waarbij wij de buurtbewoners willen voorzien van groene lokale stroom die op het dak van de Hagedoornschool wordt opgewekt. Kost dat wat? Het kost helemaal niks. Je kunt gratis lid worden van de Energiecoöperatie. En komt er eigenlijk op neer dat je gewoon korting krijgt op je kilowatturen die je normaal verbruikt. En je hebt de mogelijkheid om te investeren. Het mag wel, maar het hoeft niet. Maar als je wel investeert, krijg je 5% rente gedurende 15 jaar op de lening. Dit is ons eerste project en dat is een relatief klein project. Maar de gedachte is dat wij een heel groot deel van Almelo zouden kunnen voorzien via de Energiecoöperatie met groene stroom die we lokaal op gaan wekken in de hele stad of aan de rand van de stad. En dat kan zowel met windmolens als met zonnepanelen. Maar wat ons betreft gaan die er komen. Maar de bedoeling is dan wel dat de lokale inwoners de voordelen ervan gaan plukken. En dat het niet terugkomt bij grote investeerders die niet hier wonen of in het buitenland zitten of ver weg zijn. De bedoeling is dat het voor en door de Almeloers is. Ga je daar meedoen? Ja, ik ga eraan meedoen. Ze hebben het heel goed uitgelegd en ik heb daar heel veel interesse in. En waarom heb je er interesse in? Nou, het scheelt een heel stuk in de energiekosten per jaar. Dus daarom wil ik heel graag meedoen. Ja, er zijn een aantal redenen waarom je lid zou kunnen worden. Nou, een hele belangrijke denk ik is dat je een bijdrage wil leveren aan het milieu. En ook aan het klimaat, zeg maar. Dat in ieder geval niet verder opwarmt. Dus dat is een belangrijke reden. Een andere reden is dat het lekker makkelijk is. Want je wordt totaal ontzorgd. De Energiecoöperatie regelt min of meer alles. Een andere reden is dat het ook nog goed voor je portemonnee is. Je hoeft niks te betalen als je lid wordt. En je krijgt korting op je kilowatturen die je verbruikt, zeg maar. Dus per saldo levert dat er geld op. Wanneer gaat dit nu allemaal beginnen? Nou ja, dit was de eerste kick-off zoals dat heet. Dus de eerste keer dat we naar buiten treden. We hebben net van de week ook de website online gezet. Dus daar staan ook heel veel antwoorden op. En ook heel veel informatie. Dus en dat is ook een mogelijkheid om je nu al aan te melden via de website. En dat is ook heel handig. Omdat je daar meteen hoog op de wachtlijst staat voor toekomstige projecten. De bedoeling is dat voor de zomer de zonnepanelen er allemaal op liggen. En dat dan alles loopt, zeg maar. Dus dat dan de leden ook het voordeel al gaan genieten. Ga je hier aan meedoen? Jazeker. Ja. Het is goed voor mijn portemonnee. En voor het milieu is het goed. En als het collectief gedaan wordt, is het altijd het beste voor iedereen. U heeft vanavond een verklaring afgelegd. Dat heeft te maken met die Nashville-toestand. Kunt u die in het kort even herhalen? Nou, wat er vooral heel erg belangrijk is, het is niet echt een verklaring die ik heb afgelegd. Ik heb wel afstand gedaan van de Nashville-verklaring. Want daar ben ik zeker geen getuige van. Dat is ook zeker geen getuigenis van de liefde van God. En zeker geen getuigenis van de liefde die wij voor elkaar moeten hebben. En ik denk dat het allerbelangrijkste is om mee te geven, ook binnen de politiek, maar zeker binnen de samenleving, om liefde te hebben voor elkaar en omzien naar elkaar. Want dan maak je een betere wereld. U heeft nogal pittige bijbelteksten gebruikt. Eigenlijk dezelfde bijbel als waar de mensen van de Nashville Statement uitputten. Dus eigenlijk is het dezelfde bron, maar er komt toch nog iets anders uit. Dat klopt inderdaad. Ja, vandaar dat er natuurlijk ook verschillende stromingen zijn binnen het christendom. En gelukkig dat iedereen zijn of haar eigen mening daarover mag hebben. Maar ik geloof echt dat de Nashville-verklaring niet is wat God bedoeld heeft. Absoluut niet. Ik denk dat God liefde is. En niet een verklaring wat inhoudt dat homoseksualiteit niet oké is.
Uw organisatie heeft onderzoek gedaan onder huiseigenaren. En daaruit blijkt dat vele mensen hun woning wel willen verduurzamen, maar ze beschikken niet over de juiste informatie. Wat zijn zoal de mogelijkheden? Dat men meer kan lenen dan alleen de waarde van de woning. Dat gaat maar tot 100% en voor energiebesparende maatregelen kun je tot 106% gaan financieren. Uit het onderzoek blijkt ook dat 9 van de 10 huiseigenaren wel willen verduurzamen, maar dan moet er ook een redelijke terugverdientijd zijn. Ja, dat klopt. Dat vinden ze toch, blijkt uit het onderzoek, best wel belangrijk. Milieuaspect is één, maar de terugverdienperiode is toch ook een hele belangrijke daarin. Ja. Welke adviezen geeft u nu aan mensen die en huiseigenaar zijn of toekomstig huiseigenaar en hun woning willen verduurzamen? Om goed na te gaan wat de mogelijkheden zijn die daarin geboden worden. En wij zullen dat ook binnen onze gesprekken met de klanten ook uitgebreid meenemen. Hoe ziet u de toekomst op het gebied van verduurzaming van eigen woningbezit? Dat daar nog wel stappen te maken zijn. Maar dat de mensen dat wel belangrijk vinden en zeker ook door de terugverdienmogelijkheden die er zijn, dat daar goede mogelijkheden voor zijn. Wat is nou het belangrijkste advies dat u geeft aan iemand die zijn woning of haar woning wil verduurzamen? Goed nagaan wat de mogelijkheden zijn en kijken wat het beste past bij het huis wat ze hebben of willen gaan kopen. De hypotheker heeft onderzoek gedaan onder huiseigenaren. En daaruit blijkt dat veel huizenbezitters hun woning wel willen verduurzamen, maar ze beschikken niet over de juiste kennis of informatie over mogelijke financiering. Wij denken dat zij bij de plaatselijke installateur daar goede informatie kunnen vinden. Installeurs, die kunnen dus advies geven over financiering en subsidies. We zien inderdaad dat wanneer een offertetraject in wordt gegaan voor het verduurzamen van een woning, dat een installateur daarbij betrokken wordt, omdat die de maatregelen zal gaan treffen. En dat zij in hun offertetraject vaak een stukje subsidieaanvraag of subsidieadvies meenemen. Dus zij zijn daar inderdaad goed van op de hoogte. Wat adviseert u woningbezitters als makelaar? Wij adviseren zeker om woningen te verduurzamen. Natuurlijk in de bestaande maatregelen die er zijn, kan dat zeker de woningwaarde uiteindelijk verhogen. Het moet natuurlijk wel rendabel blijven. En we merken ook dat huiseigenaren het prettig vinden dat de maatregel die ze treffen ook rendabel is. Dus die combinatie die adviseren wij. Woningbezitters kunnen met de juiste informatie en het bewandelen van de juiste wegen ook bijdragen aan het halen van de klimaatakkoord? Het is een kleine bijdrage, maar ik denk zeker dat ieder huishouden daar iets aan bij kan dragen. En dat we, als we met z'n allen inderdaad de woningen gaan verduurzamen, dat we daar toch wel een slag in kunnen slaan. Ik wil zeggen over de toekomst, verduurzaming en huiseigenaren. Hoe ziet u de ontwikkelingen? Wat we merken is dat bij mensen op dit moment nog wel doorslaggevend is welke woning zij graag willen hebben. En de eigen portemonnee wordt bevoordeeld en het klimaat. Uiteindelijk wel, inderdaad. Wat vindt u? Heeft Almelo een nieuw zwembad nodig? Nou, Almelo heeft een mooi zwembad, alleen het is een verouderd zwembad en er ligt een grote opgave om te verduurzamen. Dus er moet veel gebeuren aan het huidige zwembad. Het is ongeveer weer het oude gebouw van 1964. Dat is in 21 jaar geleden vernieuwbouwd en er moet nu gewoon heel veel aan groot onderhoud gebeuren en er moet verduurzaamd worden. Dus dat betekent dat een goede discussie nu waard is om te kijken of je dat nu gaat doen in het oude zwembad. Of dat je gaat kijken of je beter misschien ergens een nieuw zwembad kan bouwen met alle die voldoet aan alle eisen direct. Wat zou de raad daarvan vinden? Nou, de raad vindt het interessant. Wat ik begrepen is dat de raad heeft ingestemd met het onderzoek. Dus er is een collegebesluit nu, dus er wordt onderzoek nu gedaan om zeg maar de voor- en de nadelen van verduurzamen op de huidige accommodatie. En te kijken van, wat zou er nou gebeuren op het moment dat we een nieuw gaan bouwen? Wat kost dat dan? Waar kunnen we dat doen? Dus nu wordt dat onderzocht. En dan op een gegeven moment komt er natuurlijk gewoon een financieel plaatje uit. En op basis van het financieel plaatje zal de raad een besluit nemen. Kijk, dat er een zwembad is en blijft, dat is... Dat is een besluit, dat wordt niet teruggedraaid. Maar blijven op de huidige of nieuwbouw, dat wordt natuurlijk wel een discussie. Wat zou het tijdpad kunnen zijn?
Nou, we gaan beginnen om met dat soort dingen te onderzoeken. Dus er zijn al wat onderzoeken gedaan op het gebied van milieu. Dus ja, weet je, ik heb geen idee hoe. Ik hoop dat er volgend jaar dat er een plan ligt waarover gediscussieerd zou kunnen worden. Dat zou mooi zijn. Kunsthandel Alberts is opgericht in 1941 en daarmee de oudste kunsthandel in Twente. Het is een galerie, lijstenmakerij, kunstuitleen en kunsthandel. Alberts is een familiebedrijf dat tegenwoordig wordt gerund door Joep Frielink.